Ons onderzoek laat zien dat het gasverbruik in de woningmarkt een uitkomst is van twee factoren. Enerzijds de kwaliteit van het pand en de andere kant de leefstijl van de bewoner, het gedrag. En het is heel belangrijk om de interactie tussen die twee te weten en te kennen om te komen tot effectieve besparing in gasverbruik. Kun je uitleggen wat je hebt onderzocht? Ja, we hebben een grootschalige studie opgezet en wij, Erdal Aydin en Niels Kok en ikzelf, hebben ruim 600.000 huishoudens in Nederland onderzocht. We hebben gasrekeningen bestudeerd en hebben dan gekeken naar de panden waarin mensen wonen, maar ook de verandering in de kwaliteit van de panden en het gedrag van de bewoner. En wat we dus zien is dat als je gaat isoleren en je gaat eigenlijk de woning zuiniger maken, dat je wel bespaart, maar dat de besparing vaak iets kleiner is dan je zou verwachten, omdat het gedrag van de bewoner zich vervolgens aanpast aan de geïsoleerde woning. Men veronderstelt dat het goedkoper wordt en gaat dan de thermostaat soms iets verhogen. En ik denk dat de belangrijkste conclusie, dat noemen wij in het onderzoek het rebound effect. Dat is in de literatuur tot terugvalfactor. Dat zie je vaak ook bij mensen die in zuinige auto's gaan rijden, zie je datzelfde optreden. Het rebound effect betekent dat het gedrag van de consument zich steeds aanpast aan de omstandigheden. Dus als een woning zuiniger is of wordt, dan gaan mensen zien dat de woning eigenlijk goedkoper is om te stoken. Dan gaan ze eigenlijk net iets meer willen verbruiken, want de thermostaat mag iets hoger. Het is toch goedkoper en zuiniger. Dan ga je dus wel minder verbruiken dan voorheen, maar de besparing is kleiner dan gehoopt en gedacht. Dat werkt trouwens ook de andere kant op. Mensen die naar een G-label woning gaan verhuizen, die weten als ik hier nou volop ga stoken, dan wordt het heel duur. Dus dan trek ik een warme trui aan. Dus gedrag past zich aan de omstandigheden. En dat veranderende gedrag is belangrijk om goed te begrijpen. Betekent ook dat mensen vaak teleurgesteld zijn na gedane investeringen. Klopt. Dus belangrijk zeker naar de toekomst toe. Want we zitten natuurlijk nu in een tijd waarin we willen besparen en dus steeds de woningen gaan verbeteren en isoleren. Is dat we niet naïef zijn daarin. Dat we na gaan denken, oké, die volgende stap gaat besparen. Maar als die besparing niet volledig wordt uitgenut in de gasrekening, omdat het gedrag anders is, is het goed om op voorhand daar rekening mee te houden. Om die teleurstelling te voorkomen, dat we niet achteraf denken dat er iets niet klopt. Het klopt wat we ramen. Maar ja, als ons gedrag in een vrij land aanpast, moeten we ook nadenken, hoe kunnen we dat gedrag gaan blijven beïnvloeden. Heb je aanbevelingen? Jazeker. We zijn eigenlijk nu al met vervolgonderzoek bezig om te kijken hoe we dat gedrag effectief kunnen begrijpen en ook besturen en bespelen in de toekomst. En we weten uit de literatuur van de psychologie en de marketing dat mensen heel erg vatbaar zijn voor informatie. Dus een energielabel, één keer per jaar, krijgen, dan weet je waar je staat. Alleen om effectief mensen bewust te laten besparen gedurende het jaar en hun gedrag aan te passen, is het belangrijk dat je ze vaak prettige signalen geeft in de juiste richting. Nudging noemen we dat. Dus wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken hoe je bijvoorbeeld met informatiedisplays, die regelmatig iedere dag vertellen hoe hoog je verbruik is, om mensen in een soort wedstrijdvorm mee te nemen richting besparing. Want kijk, de overheid en de maatschappij, het is heel belangrijk dat we gaan besparen om het klimaat te verbeteren. Dus daar staat een hoop op het spel. Alleen vanzelf gaat het niet en ons gedrag past zich ook niet vanzelf aan. Dus we kijken inderdaad op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hoe we die volgende stappen kunnen gaan zetten. De overheid geeft veel subsidies in allerlei richtingen. Het zou kunnen betekenen dat de overheid ook ander beleid moet gaan formuleren. Ja, dat klopt. Ik denk dat de overheid zeker in aanleiding van deze studie zal gaan kijken hoe ze dat samenspel kunnen gebruiken. Dus veel van het huidige beleid en subsidiebeleid is gericht op het verbeteren van de woning. Ik denk dat dat ook heel effectief is. Alleen we weten nu ook dat dat gedrag zich zal aanpassen naar die betere woning. En om dat alvast voor te zijn, is het dus belangrijk om ook in het beleid oog te gaan hebben voor die gedragsverandering. En na te gaan denken, hoe kunnen we mensen prikkels geven, via informatie bijvoorbeeld. En het helpen mensen bewust te zijn van het feit dat die zuinigere woning ook nog steeds besparingen kan opleveren buiten alleen maar de woning zelf. Ook het gedrag kan blijven worden bespeeld.